gebruik van chemie of verharding is verboden, zijn hoveniers aangewezen op onkruidborstels. Wij bekeken de werking van 3 machines waar je achteraan moet lopen. De Ariens, de Eurogarden en een machine van Limbart. Een borstel is dus optisch wel mooi, maar als je hier in de details kijkt, in de naden, daar zit dus nog bijna de complete paardenbloem zit daar nog. En ja, die is met 1,5 week, heeft hij de boel weer aardig groen. Borstelen is een kwestie van een lange adem. Kiemende onkruiden veeg je snel uit de voeg, maar dat geldt niet voor onkruid met sterkere wortels. Je moet regelmatig terugkeren. Met een borstel moet je er dus wel om denken dat hij vrij agressief is. En op deze stoeptegels en klinkers valt dat nog wel mee. Maar als je hem op mooie gazontegels wilt gebruiken, wat gebeurt er na een aantal keer borstelen? Zeker als je even hier stilstaat. Opvallend bij alle machines is dat ze niet heel handig zijn. Je moet nogal wat heen en weer steken om het onkruid in een bochtje weg te krijgen. Wat verder opvalt is de aanzienlijke slijtage van de draadbundels. Dit is het resultaat na een uurtje borstelen. Bekijk de test van de machines in het vakblad Tuin- en Parktechniek.